Waar andere eredivisieclubs nu pas starten aan de voorbereiding, is AZ al even onderweg. Want over een kleine maand moeten de Alkmaarders al beginnen aan de voorronde van de Champions League. Dus Simon Zwartkruis, de hoogste tijd om eens even bij te praten over AZ. Hoe staat het ervoor in Alkmaar? Ja, dat is best moeilijk te bepalen, want daar zitten de deuren nog helemaal dicht vanwege corona. Tot 31 juli is het complex op slot, behalve voor spelers en staf. Dus we hebben nog geen trainingen kunnen bekijken, maar wel de eerste oefenwedstrijd tegen Genk. Dus daar moeten we het een beetje op gaan, of aan gaan spiegelen, hoe ze ervoor staan. En dat zag er bij Vlagen best wel aardig uit eigenlijk. Ja, ik heb je een stuk gelezen deze week in de Voetbal International. Voetballend goed, afronding kon beter, laat ik het zo zeggen. Ja, ze hadden gerust met 4-5-1 kunnen winnen. Je ziet hoe vaak ze vrij voor de keeper opdoken. Maar Vukovic was de man of the match, de keeper van Genk. En dat zegt dan wel iets. Maar het ging er meer om. En als trainer kijk je denk ik ook zo dat je in die positie komt. Hè? En met name de nieuwe jongens, die nieuw in de A-selectie althans. Die deden dat aardig. Thijs Oosting, 4 jaar geleden van Emmen gekomen uit de jeugdopleiding daar. Goed seizoen bij Jong AZ gedraaid en nu definitief doorgeschoven naar de A-selectie. Nou, dat was een van die jongens die dus makkelijk 3 in had kunnen prikken. Letterlijk 3 keer 1-op-1. Wat in ieder geval aangeeft dat hij vanaf die teampositie weet wanneer hij moet vertrekken en wanneer hij voor de goal moet opduiken. En dat zijn ploeggenoten weten wanneer de paas moet komen. En Evjen deed ook weer mee. De tweede helft speelde ze eigenlijk met een soort reserveploeg. En, dat was de leukere helft van de twee, gek genoeg. Ja. Met Tabouni ook, het grote talent, ook uit Jong AZ en eigenlijk ook uit onder 19 nog, zou die ook nog in kunnen spelen. 18 jaar, misschien wat allergrootste talent dat ze nu aan de A-selectie hebben toegevoegd. En, daar verwacht ik ook wat nodige van. En zo zie je langzaam weer wat nieuwe sterren die langzaam beginnen te fonkelen daar aan het firmament. En, de groep is verder intact gebleven, zo goed als Wuitens weg. Voor de rest kan Slot, als het zo blijft, maar daar gaan we het zo vast nog wel over hebben. Zeker weten. Dan kan hij wel op iets aardig voort gaan borduren, Slot. Maar wat leuk dat die jonge talenten weer doorkomen. We kennen de opleiding, we weten dat het handelsmerk is. Maar jij ziet nu dus eigenlijk de nieuwe jongens die we misschien in de Eredivisie wel terug gaan zien. Ja, dat verwacht ik wel. Het is natuurlijk een redelijk vaststaande ploeg wel. En dat Slot werkt daar ook graag mee. En er is ook weinig reden om daar aan te gaan tornen, om daar aan te gaan sleutelen. Als je ziet met wie die vorig seizoen meestal begon. Ja, dat kon je eigenlijk zo blind invullen. Het was vaak alleen de vraag, speelt Stenks op 10 of komt hij vanaf de rechterflank? En daaraan vasthangend, Dani de Wit, waar staat die dan? Precies. Maar verder kon je het zo invullen. En dat zal ook blijven als iedereen blijft en fit is. Maar er zijn wel wat jongens daar vlak achter, die beloftevol zijn. Kenzo Goudmijn is er ook eentje uit de eigen opleiding, die onlangs heeft bijgetekend tot 2024, meen ik. Ook een hele goede middenvelder, technisch vaardig. En, dat zijn jongens die hoop ik te gaan zien, want dat zijn leuke voetballers om naar te kijken. Leuk, ja, dat is zeker leuk. Maar misschien dat die oude garde, zullen we dan maar even zeggen, het vrij snel moeten doen. Want wat ik al zei, andere clubs beginnen nu een beetje in de voorbereiding. Eerste training, zag Martijn Krabbe dan onze Feyenoord-watcher bij de eerste training van Feyenoord staan. Hartstikke leuk en aardig, maar ik zat even een papiertje te kijken. 25 of 26 augustus is het gewoon tweede voorronde Champions League. Daar naar AZ ligt niet natuurlijk, dan gaan ze rechtstreeks de groepsfase in. Laten we dan nog even één keer uitleggen. Korter dan. Want heb je de korte samenvatting? Het komt er eigenlijk op neer dat er een situatie toen was in Nederland waar geen regelgeving voor was. En dat AZ is gaan kijken waar dan de juridische grenzen zo'n beetje waren. Of AZ eindigde als tweede in de competitie. Ja. Ajax stond bovenaan. De KNVB zei Ajax is nummer 1, dus gaat de Champions League in. Ja, op basis van hoe dat gaat als je na 34 wedstrijden de eindranglijst opmaakt. En dus het doelsaldo belangrijker dan het onderlinge resultaat. AZ kijkt vooral naar wat UEFA heeft gezegd. Hier is dus geen regelgeving voor. Dus de nationale bonden gaan beslissen hoe in dit soort gevallen, hoe daarmee om te gaan. In Frankrijk bijvoorbeeld, daar wijzen ze bij AZ graag naar. Was dat aan de hand bij plaatsing voor Europa League. Met Nice en Rennes. En die hebben toen wel het onderlinge resultaat bepalend gemaakt. Dat willen ze bij AZ ook heel graag, want ze hebben met 1-0 en 2-0 van Ajax gewonnen. En ze verwijzen dan naar dat UEFA heeft gezegd, het moet op sportieve gronden genomen worden, die beslissing. Dan wordt het weer niet objectief, maar subjectief. AZ vindt de sportieve grond het doelsaldo. En de KVB vindt die sportieve grond. Andersom. Dus het onderlinge resultaat en de KVB vindt het doelsaldo. Ja. Ze hopen 3 augustus uiterlijk dan dat UEFA met een
een uitspraak komt. Maar je merkt aan alles dat ze er niet echt rekening mee houden bij AZ dat dit nog gaat veranderen. En bij Ajax trouwens ook niet. Ik bedoel, Ajax is een week later dan AZ begonnen. Nou ja, als jij bang bent dat je in de tweede voorronde Champions League moet gaan instromen, dan begin je wel wat eerder. Van der Sar die goede contacten heeft, binnen de UEFA ook, die heeft misschien wel een signaaltje gehad dat ze nou... Het blijft zoals het is. Anders waren ze denk ik wel eerder begonnen. En Arne Slot maakte na die wedstrijd tegen Genk, verwees hij ook naar de enkele voorronde wedstrijd die ze moeten gaan spelen. Hij zei, als we dan zo slecht met onze kansen omgaan als tegen Genk, dan hebben we een probleem en dan lig je eruit. Want dat is maar een enkele wedstrijd, die tweede voorronde wedstrijd. En de derde voorronde wedstrijd ook. Dus in zijn hoofd is hij eigenlijk al met die wedstrijden bezig. Ook zonder dat daar dan nog wat aan gaat veranderen. Maar je moet ook wel natuurlijk, hè? Je kan ook niet blijven wachten. Nee, precies. Want 3 augustus is die beslissing. 10 augustus wordt er geloot voor precies een week later. Voor die voorrondes. Dus ja, er is bijna geen speling. En dan is er nog een ultieme mogelijkheid zou er zijn om naar KAS te gaan, naar het sporttribunaal. Maar dat zie ik er eigenlijk niet van komen. Nee, dus we gaan er nu maar even vanuit, net als Arne Slot, dat AZ 25 of 26 augustus de tweede voorronde van de Champions League speelt. Ja. Mogelijke tegenstanders zijn bekend? Ja. Ja, hebben ze in Alkmaar al enig idee wie ze het beste kunnen loten? Ik zat te kijken, Besiktas, Rapid Wien, Pilsen. Victoria Pilsen, Tsjechië. Ja. Niks over te zeggen nog, zeker niet in coronatijd denk ik. Nee, de nummer 2, nummer 3 van hun competities. En, laten we eerst even gaan loten. Ja. Maar het zijn op voorhand, als je het bekijkt, geen ploegen waar je slapeloze nachten van hoeft te hebben. Dat komt daarna wel. Dat komt daarna inderdaad, ja. In die ronde zit daarna nog. Ja. Waar wel slapeloze nachten mogelijk voor zijn voor Arne Slot, zijn de blessures. Want ik keek naar het elftal wat speelde. Ik las er wederom jouw artikel, waarin je ook nog aangaf dat waarmee beginnen Mitje maar een korte periode mee kon doen. Want die heeft een stukje van de vorige voorbereiding gemist. Het vorige blok. Ze hebben het net als Ajax eigenlijk inderdaad in trainingsblokken opgedeeld. En dat ze zijn nog vorige week weer begonnen na 3,5 week vakantie. Dat blok daarvoor heeft Mitje inderdaad veel trainingen niet mee kunnen doen. Maar hij is inmiddels hersteld. En ze doen het rustig aan met hem. Het leek even alsof hij zich verstapte na een half uur en daarom gewisseld werd. Maar dat heb ik nog even nagevraagd. En er was vooraf al zo afgesproken dat hij een half uur zou spelen. En, logische opbouw weer in zijn wedstrijd waarschijnlijk. Ja, ik bedoel, hoe cruciaal hij is, daar is iedereen het inmiddels wel over eens volgens mij. Dus daar gaan ze voorzichtig mee om. Ja, maar die andere jongens, die zijn wel tijdens die eerste trainingsweek al inderdaad geblesseerd geraakt. En dan heb je het over... Ja, ze mogen daar niet tot in detail over vertellen vanwege de privacywet en zo. Maar goed, ik begreep dat dat om spierblessures gaat. Ging niet om contactblessures, zeg maar, in de duels. Maar dan zit je met je medische staf vooraf die puzzel te maken van... hoe ver kunnen we gaan in de belasting? Nu we onder weerstand partijen kunnen gaan spelen en alles. Met veel aandacht daarvoor natuurlijk ook met de schijnoog naar Duitsland gekeken. Hoeveel blessures daar wel niet in no time plaatsvonden. Spanje ook trouwens, daar blijkt is het ook allemaal enorm toegenomen. Dan gaat het toch mis. Bij Boadu viel het heel erg mee. Die had zelf al kunnen spelen tegen Genk, maar ook voorzichtig aangedaan. Maar Stengs ligt er wat langer uit. En Vlaar ook weer, wederom. En dat zijn natuurlijk wel, het zijn niet de onbelangrijkste jongens. Je ziet ook dat AZ wel een selectie heeft. Je voelt het meteen. Het is, trouwens, dat heb je bij andere clubs ook wel. Het is vergelijkbaar met PSV vorig seizoen. Toen Malen en Bergwijn er opeens uitlagen. En toen bij Ajax Promes en Ziyech eruit lagen. Ja, dat effect heb je bij AZ als Stengs en Boadu er opeens bij. Het zijn belangrijkste spelers, maar ja. Die kun je niet missen als jij de volgende Champions League speelt. Nee. Maar ja, Boadu die zal daar gewoon bij zijn als die niks nieuws oploopt. Het is meer daar centraal achterin. Daar hebben ze natuurlijk ook wel nog, daar is het ook schaars. Allemaal. Hè? Daar hebben ze Vlaar dan nu geblesseerd. Hatsidiakos nog steeds herstellende van zijn zware meniscusblessure. Die zal er eind augustus ook nog niet klaar voor zijn. Dus precies daarom hebben ze Ramon Lewin gehaald in de vorige winterstop. Maar dat is dan ook de enige optie. Ja, en Klaasie, die ze wel eens als labmiddel daar hebben neergezet. Maar ja, dat is natuurlijk een middenvelder. En Koopmeiners begon toch ook weer op zijn niet zo heel favoriete plek links centraal achterin. En wat is dat? Want Koopmeiners heeft zelf aangegeven dat hij op die positie op middenveld wil spelen. Ja, hij gooide niet helemaal die deur dicht van ik ga daar helemaal nooit meer 1 minuut spelen. Het ging wel die kant op. Maar hij gaf wel heel duidelijk aan dat het niet meer zo moet zijn als dat jaar waarin Wuitens bijna het hele jaar niet speelde. En hij dus inderdaad gewoon de vaste linker centrale verdediger was. Ja, hij wil zich echt op die middenveldplek gaan doorontwikkelen. En ja, het heel erg goed te begrijpen natuurlijk.
nadeel van de veelzijdigheid, hè, is dat bij hem. Want hij doet het prima daar centraal achterin. Ja, maar dan ken ik Arne Slot een beetje. Trainer bepaalt toch? Ja, die was daar toen op het laatste persdagje voordat ze op zomerreces gingen. Toen kwam dat ter sprake, dus toen sprak ik Teun ook hierover. Die was eigenlijk vrij stellig. Alleen in noodgevallen, oké, valt erover te praten, maar liever niet. En toen legde ik dat bij Slot voor zijn voeten. Die zei, ik geloof dat de trainer wel bepaalt wie waar gaat spelen. Dus dat vond ik ook wel goed eigenlijk, want zo is het ook natuurlijk. Ja, precies. Je hebt het over die positie, je centraal achterin. De naam Congolo valt inmiddels. Ja. Hoe serieus is dat? Dat is serieus, die hebben ze benaderd. En hij schijnt daar enthousiast over te zijn. Alleen, er zijn meer clubs die hem interessant vinden. Hij is natuurlijk qua leeftijd, op jonge leeftijd al een WK meegemaakt met het Nederlands elftal. Weinig gespeeld, maar toch. Zes weken met Louis van Gaal op pad, daar wordt iedere voetballer wijzer van. En nu in de championship met Huddersfield, hij was uitgeleend aan Fulham, raakte geblesseerd daar. Een voetblessure waar hij nog steeds wel herstellende van is, maar dat schijnt bijna goed te zijn. En qua leeftijd en internationale ervaring en zo, vind ik dat wel snap ik wel dat ze bij hem uitkomen. Het is meer de vraag of zij, vergis je niet, in de championship ook financieel niet. Hè, wat daar betaald wordt ten opzichte van. Het gemiddelde ligt daar hoger bijvoorbeeld. Dan de Eredivisie. Over de hele championship genomen wordt daar meer verdiend gemiddeld dan in onze Eredivisie. Dus dat zegt wel iets. Alleen die tegen degradatiestrijden op het tweede niveau in Engeland of om de titel spelen in Nederland. Champions League voetbal. Die sportieve afwegingen die zijn natuurlijk ook interessant voor dit soort jongens. Zeker ook weer met het oog op Oranje, want daar wil hij natuurlijk ook gewoon weer bij. Hij is midden 20, denk ik, hè? Ja. Dus hij heeft echt misschien zijn beste jaren nog wel voor zich liggen. Ja, zeker. Dat lijkt mij wel. En, het lastige is dat hij dus interessant is voor meerdere clubs. En AZ natuurlijk geen club is die boven in de boom kan zitten als het gaat om salaris. Ja. Dus daar moeten ze gewoon even afwachten. En tot die tijd zal Teun daar toch wel weer regelmatig opduiken, denk ik. Welke andere posities zou AZ zich nog willen versterken op basis van het elftal wat er nu staat? Je zegt het geraamte staat, maar het is wel wat dun. Ja, zeker. De Slot is wel tevreden over het aanbod voorin. Daar heeft hij nog druiven achter de hand. Veel verschillende types heeft hij eigenlijk op de bank zitten voor de voorhoede. Hij druift natuurlijk echt een spits in de 16 meter, een goalgetter, een afmaker. Je hebt Abu Ghlal, die wilde hij er toen bij hebben, omdat hij iemand met diepte wilde hebben op de flanken. Hij is eigenlijk de enige die dat heeft. Veel gasten komen allemaal in de bal, hè, zoals Stengs voetbalt, zoals Gudmundsson voetbalt. Die is ook weer terug naar zijn enkelblessure. Die begon tegen Genk hangend op rechts, op de plek van Stengs. Maar dat is ook zo'n type die in de bal komt. Dus die Abu Ghlal is iemand met diepte. Gudmundsson heb je dan nog een handige ook nummer 10-achtige aanvaller. Middenveld zit hij ook redelijk goed. Maar centraal achterin, als je ziet inderdaad die kwetsbaarheid van Vlaar. Plek van Wuiters natuurlijk. Wuiters inderdaad, vertrokken. Maar ook die rechtercentrale plek, daar zijn ze toch ook wel aan het kijken of ze daar niet nog iemand moeten halen. Om daar toch wat breder in, wat ruimer in je jasje te zitten. Ja. En verder, zijn alle posities redelijk dubbel bezet. Hè. Linksback bijvoorbeeld, heb je nog Ouwe Jan, dat is gewoon een hartstikke goede linksback. Hoe hij nog steeds heel erg lullig is, dat hij, juist in die periode dat hij eventjes geblesseerd raakte, voorbereiding vorig seizoen, dat Wijndal de basis in denderde. En niet zo'n beetje ook, die doet het natuurlijk hartstikke goed. En, op rechts hebben ze die Japanse jongen, Sugawara, die op de plek van Svensson kan spelen. Dus dat ziet er al naar het centrum, dat is een beetje het zwakke punt op dit moment. Daar moet dat gebeuren. Ja. En natuurlijk, het blijft Nederland, wij zijn opleidingsland, ontwikkelland, daar kunnen jongens weg. AZ, fantastisch seizoen gedraaid. Ja. Zijn wat jongens die ze redelijk in de kijker hebben gespeeld. Maar jij noemt Wijndal al, om als iemand te noemen. Ja. Dan bij Ajax gaat het dan over Tagliafico. Gaat hij wel, gaat hij niet? Ja. En dan lees ik ook meteen weer de berichten van dan is het alternatief vrij snel op te halen in Alkmaar. Ja, goed, als je kijkt naar de manier waarop ze voetballen en wat er van een back verwacht wordt in die systemen bij Ajax en AZ, dat verschilt niet zo heel veel. En dat Wijndal een typische Ajax-speler zou kunnen zijn, dat blijkt wel uit het feit dat ze hem als tiener ook al een keer benaderd hebben. En toen heeft hij nee gezegd. Wat niet vaak voorkomt bij jongens uit die leeftijd. Die willen dan toch wel naar het grote Ajax toe. Maar hij heeft heel duidelijk gekozen voor AZ, vanwege ook het perspectief. En die club kent hij al door en door. En daar zag hij meer kans om snel door te breken. Dat lijkt een goede keuze geweest.
Ja, maar goed, dus ik zou via een omweg dus alsnog dan weer weg kunnen gaan. En hij is slechts één van de 5-6 spelers van wie dat kan zeggen. Die vanaf het moment ook bijvoorbeeld dat ze in de voorselectie van Koeman terecht zijn gekomen. De laatste voorselectie voor die interlands tegen Spanje en Amerika, die door corona niet doorgingen. Maar ja, je krijgt wel meteen weer even een stempel van goedkeuring eigenlijk. Je groeit er eigenlijk in je waarde ook, hè? Zeker, je kan er meteen een paar miljoen bij optellen als penningmeester van AZ. Ja. Hoe zit dat nu tussen Ajax en AZ? Is er nou een soort van afspraak dat ze geen spelers van elkaar halen? Is het zo verslechterd eigenlijk onderling de sfeer dat die twee niet aan tafel kunnen zitten? Of is het gewoon Ajax heeft geld, heeft redelijk wat te besteden als ze Boadou of Stengs of wie dan ook zouden willen halen, dan kan dat gewoon. Ja, financieel zouden ze dan inderdaad vrij makkelijk op tafel kunnen leggen wat AZ dan gaat vragen. De vraag is meer, want wat jij schetst, dat klopt. Alleen aan de andere kant heb je ook nog AZ die lost nog even van al dat gedoe over die eerste en die tweede plek. En UEFA en KAS en weet ik veel wat. Daarvoor was Max Huibers, de technisch directeur van AZ, al heel, heel duidelijk. Wij verkopen liever niet binnen Nederland. Mm-hmm. Dan maak je de concurrentie sterker. Dus dat willen ze niet. Kijk, je weet niet wat er gebeurt als Ajax er nog eens 10 miljoen bovenop legt, bovenal een mooie eerste bot. Op een gegeven moment kunnen de knieën dan zwak worden. Maar AZ zit niet in een positie waarin ze per se moeten verkopen om bijvoorbeeld om grotingen sluitend te krijgen of wat dan ook. Dat is een financieel gezonde club geworden na dat Scheringa en Scheck. En dat willen ze graag zo houden. Maar ze hebben daar niet per se miljoenen transfers voor nodig. En de eerste voorkeur is echt om deze ploeg bij elkaar te houden en om te gaan oogsten komend seizoen. Ja, één man die we niet hebben genoemd nog, Marco Bizot. Fantastisch jaar gehad. Ja, ja. En toen sluimden er wel berichten, volgens mij Spanje. Ja. Volgens mij hebben we wat interesse. Valencia, Sevilla. Ik snap het wel. Ja. Ja, zeker. Ja, ook als je kijkt naar leeftijd. En heel vaak ook opgenomen in niet alleen in de voorselectie, maar ook in de eindselectie van het Nederlandse elftal. En gewoon een heel goed constant seizoen. En eigenlijk het jaar daarvoor ook al. Dus dat snap ik ook wel. En hij, dat is nou een jongen die een leeftijd heeft. Die ook voor zichzelf kan dit een heel interessant moment zijn om zo'n stap te maken. Ik bedoel, jongens als Wijndal en Stengs en Boadou, de drie musketiers, die kunnen nog best een jaartje wachten. En nog een jaartje gewoon belangrijk worden voor de ploeg waarin ze zelf spelen. Daarin stappen maken en dan volgend jaar een stapje maken. En ook met het oog op het EK. Lekker bij AZ je minuten gaan maken. Misschien wat Champions League voetbal spelen. In plaats van aan een ongewis avontuur misschien wel op de bank terechtkomen. En daarmee een EK op de waagschaal zetten. Ja. Zie je Bizot vertrekken deze zomer? Is dat reëel? Nou ja, dat hangt echt ervan af hoe concreet het allemaal gaat worden. Ze zijn er wel een beetje op aan het voorsorteren door Zalen. Er zijn al aardig wat keepers aan het halen deze zomer. Ja. Misschien ook wel omdat die kans gewoon reëel is dat hij gaat. Aan de andere kant, als hij gaat, dan gaan ze nog een keeper halen. Dat is wel de bedoeling. Eentje die direct inzetbaar is. Hè. Drommel wordt daar genoemd, bijvoorbeeld van Twente. Maar dat is wel een van de spelers bij wie dat snel concreet kan gaan worden. Ja. En Koopmeiners zou ook kunnen, bijvoorbeeld. Ze gaan natuurlijk veel aandacht uit naar die drie. Die drie jonkies. Maar Koopman is ook gewoon een heel stabiel goed seizoen achter de rug. En tot zijn eigen spijt soms, maar op meerdere posities inzetbaar. Is ook interessant natuurlijk voor clubs. En hij zei zelf dat er vanuit Engeland wel wat interesse is. Nog niet heel concreet, maar wel interesse. Zou passen bij zijn speelstijl. Enige speler die eigenlijk zelf tussendoor even liet van dat hij wel echt weg wil, is Idrissi. Dat viel mij dan wel weer op. Ja, hij heeft die woorden wel ingeslikt later dat hij was uitgeleerd. Zo schijnt hij dat niet gezegd te hebben en in ieder geval niet bedoeld te hebben. Maar dat was vorig jaar natuurlijk al, speelde dat. Hè? Dat hij naar Italië misschien zou gaan. Op de laatste dag van de transfermarkt. Nou, daar wilde AZ toen niks van weten. En dat is ook zo'n jongen die is zo ontzettend belangrijk. Ook, we begonnen dit verhaal met rendement in die oefenwedstrijd. Ja, zijn rendement is hoog. Ja. Ja, levert veel assists ook. Is altijd dreigend. Ja, die wil je liever niet kwijt ook. Dus dat. Ook voor hem geldt. Het liefst houden ze gewoon iedereen binnenboord. De penningmeester zit op zijn centjes. Die heeft niks nodig. Dus het blijft. Ja, goed, ze hebben natuurlijk ook last van die coronacrisis gehad. En dat hele nieuwe dakverhaal. Daar gaat natuurlijk ook geld uit het eigen vermogen heen. Komt uit meerdere potjes, maar ook een clubpot waar flink aantal miljoenen uit doorgesluist moet worden. Dus het is niet zo dat ze op een berg geld zitten of zo.
Nee, maar de conclusie is ook niet dat ze nu moeten verkopen om het hoofd boven water te houden. Nee, en kijk, er is altijd ijs en wederdienende en dat iedereen heel blijft en zo. Maar als zij nog zo'n seizoen draaien als het vorige, dan worden die jongens alleen maar meer waard. Want die hebben dan waarschijnlijk ook meer beurten in Oranje gekregen en zo. Ze hebben zich in Europa misschien weer nog meer laten zien. Ja, dat zijn de podia die tellen als je het over de grote bedragen gaat hebben. Ja, tot slot. Het is allemaal speculeren, want de transfermarkt is volgens mij tot oktober open ongeveer. Ja. Stel dat Slot dit elftal redelijk bij elkaar kan houden. Is AZ dan de titelkandidaat in de Eredivisie? Nou, de titelkandidaat weet ik niet. Maar wel een belangrijke titelkandidaat, zeker. Ja. Laten we het even afzetten tegen Ajax, wat heel veel geld heeft. Wat ook gewoon 8, 9 miljoen betaalt voor jongens die we alleen van videobeelden kennen. Althans wij. Ja. Feyenoord houdt het bij elkaar. Dick Advocaat heeft er gewoon een stabiele basis en haalt er nog wat jongens bij. Hè? De Linsens van deze wereld. En wil er nog wat spelers bij, van de week. Ja. Dick Advocaat wil er altijd spelers bij hebben, dat kennen we. En heb je PSV wat een heel andere koers inslaat. Ja, waarbij vooral alle ogen dan op de coach gericht zijn inderdaad. Hoe hij het gaat invullen. Maar daar verwacht ik eigenlijk ook wel het nodige van. Dus, maar AZ gaat zich daar zeker in mengen. Ik bedoel, ze worden door de competitieleiders als topclub aangemerkt. Hè? Omdat na de winterstop dan alle toppers, onderlinge toppers gespeeld gaan worden. Maar daar is ook alle reden voor. Ik bedoel, het is ook gewoon een top 4 wat we op dit moment hebben in Nederland. En, AZ heeft bewezen dat ze lang kunnen meedoen. Dat was vorig seizoen natuurlijk heel lang de vraag. Hè? Wanneer kakt de boel in? Maar als ze een dipje hadden, dan was het heel tijdelijk. En dat was iets waar Slot het ook heel vaak over had. Van, uiteindelijk wordt degene die het dipje het kortst weet te houden, die wordt kampioen. Dus daar waren ze heel erg mee bezig. En ja, dat lukte vrij goed. En als je bijvoorbeeld de wedstrijd in de Arena neemt, de onderlinge wedstrijd tussen Ajax en AZ. Ja, dat is de maatstaf nu. Toen waren ze, daar wonnen ze niet alleen met 2-0, maar ze waren gewoon echt de bovenliggende partij. Ze speelden heel erg dominant. Heel agressief, heel zelfbewust. Dat merkte je ook wel in die week die daarvoor afging op het trainingscomplex daar. Ze verheugden zich erop, weet je wel. Je hebt ook clubs die daar een beetje met knikkende knieën. En dan langzaam als dat zo'n weekend dichterbij komt, dan wordt de poep wat dunner en de maag wat onrustiger. Maar ja, daar helemaal niet. Ze hadden er ontzettend veel zin in. En dat spatte van die wedstrijd af. En dat is het criterium nu. En dat is omgedraaid eigenlijk de laatste twee jaar, zou ik zeggen. Dat eerder was AZ ook die ploeg die als ze naar de Arena gingen met kikken en knietjes ging. Het was echt een pain in the ass, die toppers. Die topwedstrijden. Ja. En dat is omgedraaid. Een klein beetje onder Van der Brom en helemaal onder Slot. Ja. Moet de AZ serieus nemen, wist je? Ja, en de manier waarop ze spelen. Kijk, dat is allemaal helder. Dat is eigenlijk natuurlijk al 2 jaar eerder begonnen. Omdat Slot als assistent al behoorlijk dominant aanwezig was in die staf. En die kans ook kreeg daartoe van der Brom. Dat paste goed. En nou, dat is vorig jaar verder gaan uitbouwen. En dat is ook wat waar de grootste uitdaging ligt voor hem. Het is niet dat ze opeens op een andere manier zullen gaan voetballen of zo. Daar is ook helemaal geen reden voor. Maar dat is wat ze deden in Spanje in de winter op een trainingskamp. Dat was toen helemaal ingericht op het verfijnen van waar ze nu al goed in zijn. Dat moet dan heel, heel goed gaan worden. Dus het verfijnen van de speelwijze die ze al redelijk goed onder de knie hebben. De verdieping daarin, en dat vind ik wel interessant om te kijken hoe hoog ze daarin kunnen gaan reiken. Want het is vaak leuk om te zien en ze hebben er ook effectiviteit aan toegevoegd. Ja, en weer nieuwe talenten die zich laten zien op het podium. Dus het wordt een interessant seizoen. Simon, we gaan het volgen. We gaan kijken hoe ze dat gaan doen. Allereerst 25, 26 augustus, tweede voorronde Champions League. Ja. Mits u weet van het kast daar niks aan vindt. En voor die tijd zitten we zeker nog een keer hier om te praten over AZ. Blijf ons volgen op de kanalen. VI.nl, het magazine uiteraard. En ook VI Video voor alle updates over de topclubs. Waaronder dus ook AZ Alkmaar. Simon, dankjewel. Oké. Okay.